Mijn naam is Erik Schipper. Ik geef al 12 jaar aardrijkskunde op de populiere school in Den Haag. Ik hoop dat deze video jou over de schutting van aardrijkskunde gaat helpen. Ik ga met jullie uit de methode buitenland, de derde intuïtie, hoofdstuk 2 behandelen. Hoofdstuk 2, domein wereld, gaat over stedelijke gebieden in de Verenigde Staten. Paragraaf 1 gaat over het algemeen over de steden in de wereld. Paragraaf 2 gaan we kijken naar de steden in de Verenigde Staten. Paragraaf 3, dan gaan we kijken naar de ontwikkelingen voor wat betreft de steden in de Verenigde Staten. En paragraaf 4, 5, 6 gaan we inzoomen op New York, Los Angeles en Washington. Wat is jouw beeld van de Amerikaanse steden? New York. De eerste Europese kolonisten hebben zich hier gevestigd. Een stad die ook wel de hoofdstad van de wereld wordt genoemd. De skyline van deze stad verandert voortdurend. In hoofdstuk 2 gaan we kijken welke rol de drie Amerikaanse steden spelen in het mondiale stedelijk netwerk. In elke Amerikaanse stad kom je ook de derde wereld tegen. De zogenaamde inner cities. Dit zijn oude vervallen wijken waar de minderheden de meerderheid zijn met veel criminaliteit. Veel van deze wijken worden tegenwoordig ook omgevormd door mensen met geld. Zorg dat je de begrippen kent. Agglomeratie, een stad met daaraan aangegroeide kleinere gemeenten. Agglomeratievoordeel, dat is het voordeel dat de bedrijven hebben doordat ze in elkaars nabijheid zitten. Bijvoorbeeld bedrijven kunnen de kosten van beveiliging delen. Bereikbaarheid, heel simpel eigenlijk. De mate waarin een plaats of een gebied te bereiken zijn met verschillende transportmogelijkheden. Demografisch zwaartepunt wordt in paragraaf 1 behandeld. Kortom, het komt hierop neer. De concentratie, de plek waar de meeste bewoners in een land wonen, als je de opgetelde reisafstand gaat nemen van alle bewoners in het land, dat dan het laagste getal oplevert. Footloose, dat betekent dat bedrijven niet echt gebonden zijn aan een bepaalde plaats. Ze kunnen zich makkelijk verplaatsen. Global shift, het economische zwaartepunt in de wereld dat aan het verschuiven is van de Atlantic Rim naar de Pacific Rim. Economische herstructurering, dat de economische basis van een land of regio of plaats verandert, wordt omgevormd, bijvoorbeeld van industrieel naar een diensteneconomie. Stadsgewest, een stedelijk gebied waarbij alle omringende plaatsen op allerlei manieren verbonden zijn met de hoofdstad, de centrale stad binnen dat gebied. Volgmigratie, de eerste migrant wordt later gevolgd door familieleden, vrienden of streekgenoten die ook overkomen. Hoofdstuk 2, paragraaf 1, een wereld van steden. In grote steden kan je eigenlijk alles treffen. Je hebt alles in huis wat een mens maar nodig heeft op een paar vierkante kilometer. Dit is de samenvatting. In onze mondiale netwerksamenleving is er een knooppunt van wereldsteden. Die vormen een zogenaamd stedelijk netwerk. Dat zijn een groep steden die onderling zijn verbonden op meerdere schaalniveaus. Als een ruggengraat van de wereldeconomie. Een wereldstad of metropool als onderdeel van de mondiale knooppunt in het stedelijk netwerk is belangrijk op economisch, politiek en cultureel gebied. Je vindt in een wereldstad of metropool een concentratie hoofdkantoren van multinationals, MNO's. Het is ook een mondiaal knooppunt, wat ik net al zei, in een stedelijk netwerk. Er is een dicht netwerk van verbindingen. Denk aan telecommunicatie en vliegverbindingen. Er is ook een intensieve uitwisseling van informatie en ideeën. Op mondiaal niveau is het een economisch en cultureel centrum. Zijn daar een veelvoud aan banken en financiële instellingen op mondiaal niveau aanwezig.
Er is ook een oververtegenwoordiging van internationale dienstverlenende bedrijven. Deze wereldsteden, global cities, metropools, zijn door creativiteit ook een cultureel knooppunt met de nieuwste trends. Volgens de sociologe Saskia Sassen hebben wereldsteden meer contact met de rest van de wereld dan met hun achterland. Klopt dat als je kijkt naar deze kaart? Ik kan zeggen, ja zeker. Je ziet eigenlijk dat de wereldsteden Londen, New York, Parijs, Hongkong, Tokio als een spin met aan elkaar zijn verbonden. Wereldsteden zijn dus onderling uitstekend verbonden. Ze hebben ook wel verbindingen op een lagere schaalniveau. Dat gaat via de zogenaamde hub- en spoke-netwerk. Hub de centrale as en de spokes zijn dan de verbindingen, de spaken als het ware van het wiel naar gebieden op een lager schaalniveau. Wereldsteden hebben nogmaals minder contact met de steden in eigen land en meer internationale contact met andere wereldsteden. De hub- en spoke-netwerk. Bijvoorbeeld goederen of mensen verzamelen zich in een zogenaamde hub-vliegveld, Atlanta. Daar vandaan worden de goederen of mensen zich verspreiden over de rest van de wereld. Uiteraard ook omgekeerd gebeurt dat zo. Bijvoorbeeld vanuit Londen kom je aan in Atlanta en vanuit Atlanta vlieg je door naar andere steden in de VS. Ik zei net al, global cities zijn internationale culturele knooppunten. Daar vind je de laatste vernieuwingen en trends. Politiek gezien kan je eigenlijk zeggen dat grootstedelingen vaak linkser georiënteerd zijn. Ze meer op het buitenland gericht zijn dan mensen buiten deze global cities. Tokio, Londen en New York vormen de top 3 in de triade voor wat betreft de beheersing van de wereldeconomie. Maar concurrentie door de globalisering zijn ook aanwezig door steden uit niet-westerse gebieden. Denk aan Singapore, Hongkong, Shanghai, Sao Paulo en Istanbul. Megasteden. Steden in de semi- en periferie groeien sneller dan in de centrumlanden. Deze groeien uit tot megasteden. Dit zijn steden met meer dan 10 miljoen inwoners. Megasteden zijn niet belangrijk op economisch, cultureel of politiek gebied, als je kijkt naar mondiaal niveau. Wat zijn nou de belangrijkste verschillen in ligging en groei tussen een wereldstad en een megastad? Een wereldstad is dus politiek, economisch en cultureel gezien, mondiaal gezien, heel erg belangrijk, een knooppunt. Een megastad is gewoon een grote stad, meer dan 10 miljoen inwoners, wat dus mondiaal gezien niet belangrijk is. De wereldsteden liggen in de centrumlanden en groeien traag. Maar de megasteden liggen dus in de semi- en periferie en deze groeien heel erg snel. Hoe komt het dat megasteden zo snel groeien? Ten eerste door de hoge natuurlijke groei. Deze steden hebben een grote jonge bevolking, die zelf natuurlijk ook kinderen krijgen, en weinig oude mensen, dus daardoor een lager sterftecijfer. Ze hebben ook een hoge vestigingsoverschot en door migratie van veelal jonge mensen vanuit het platteland. En nummer 3, de randsteden rondom zulke grote megastad worden als het ware opgeslokt, meegenomen door de groei van deze megasteden. De snelle groei van deze megasteden zorgt voor veel problemen. Denk aan wonen, aan werken, de infrastructuur wat overbelast wordt en er is veel vervuiling. De informele sector is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van de economie in zo'n megastad. De globalisering zorgt ook voor verbrokkeling. Hoe kan je dat zien op deze kaart? Je ziet dat grootgebieden en veel steden eigenlijk nauwelijks meedoen in de globalisering. Zulke plaatsen noemen we de black holes. Dus black holes, gebieden en steden die nauwelijks meedoen in de globalisering. Waarom heeft internationale bedrijfsleven, belangrijk voor de globalisering,
geen interesse voor deze black holes. Er zijn drie redenen. Ten eerste, de lage koopkracht van de stedelijke bevolking al daar. Het is geen interessante afzetmarkt. De tweede reden, social gebieden liggen in een sociaal en politiek instabiel land. Nou, dat is natuurlijk best wel riskant om daar te gaan investeren. En de derde reden is de ideologie of politieke opvattingen van zo'n landgebied, wat vaak niet overeenkomt met de liberale markteconomie. De steden in de black holes profiteren minimaal van de economische groei van de globalisering. Dit was paragraaf 1, een wereld van steden. Hoofdstuk 2, paragraaf 2, steden in de Verenigde Staten. Veel Amerikaanse steden zijn verbonden met een omgeving en gebieden ver weg. Maar er zijn eigenlijk maar weinig Amerikaanse steden die een sterke positie hebben in het mondiaal stedelijk netwerk en die je met recht een wereldstad kan noemen. Dit is de samenvatting. De stedelijke structuur van de Verenigde Staten is hiërarchisch opgebouwd. Als je naar het kaartje kijkt, zie je dat de rol van Washington op mondiaal schaalniveau groter is aangegeven dan op dit kaartje. Hoe komt dat? Washington is een politieke machtscentrum van een hegemoniale staat. Wat is ook alweer een hegemoniale staat? Dat is een staat die politiek, economisch en militair een dominante rol speelt in het wereldsysteem. De Verenigde Staten telt ruim 300 miljoen inwoners. Mondiaal gezien is het oververtegenwoordigd voor wat betreft de wereldsteden. Wat is de verklaring? Dit komt omdat de Verenigde Staten een rijk en sterk verstedelijke land is. New York is de wereldstad in Amerika. Want financieel, zakelijk, cultureel hebben ze een overmacht. Ook belangrijk voor wat betreft internationale dienstverlening. Denk aan organisaties zoals de Verenigde Naties. Verder heeft het vele directe internationale vliegverbindingen. Is het een hub? Een treetje lager vinden we Los Angeles met de mondiale motor- en film-entertainment-industrie. Heel erg belangrijk voor wat betreft een rol in de Amerikanisering van de wereldcultuur. Los Angeles is meer gericht op landen rond de Stille Oceaan. Verder hebben we nog Washington, belangrijk voor wat betreft de politieke invloed, politieke centrum en als regeringscentrum. De andere steden in de VS hebben een rol als verzorgende functie voor het achterland. Het achterland, dat is het gebied dat voor voorzieningen georiënteerd is op de centrale stad. Dus mensen in de omgeving zijn afhankelijk van de centrale stad voor wat betreft de belangrijkste voorzieningen. De Amerikaanse steden zijn veel meer op het binnenland gericht dan de Europese steden. Hoe komt dit? De verklaring is, de Verenigde Staten heeft gewoon een grotere omvang voor wat betreft de binnenlandse Amerikaanse markt. Nederland is een klein landje. Wij moeten wel meer mondiaal handel drijven dan een land als de Verenigde Staten. De grote drie op Amerikaanse schaal. Een mondiaal knooppunt van een stad kan je meten door twee criteria's. De criteria 1. Je kijkt naar de concentratie hoofdkantoren van MNO's, multinationals, en het niveau van de internationale dienstverlening. We denken dan aan financiële, juridische, adviserende en researchdiensten die grote bedrijven aanbieden. New York staat op nummer 1 mondiaal gezien. Los Angeles, zoals ik al net zei, is meer gericht op landen rond de Stille Oceaan. En Washington speelt een kleinere rol als regeringscentrum. Ruimtelijk gezien vindt er een verschuiving plaats binnen de Verenigde Staten. Het demografische zwaartepunt is zich aan het verschuiven. De belangrijkste hoofdkantoren vinden we nog wel in het Noordoosten. Maar demografisch vindt er een verschuiving plaats. De concentratie van inwoners is zich meer aan het verschuiven van het noordoosten naar het zuidwesten. We kijken eigenlijk bij het demografisch zwaartepunt waarbij de reistijd
van alle inwoners van de Verenigde Staten naar een bepaald punt zo klein mogelijk is. Eerst lag dat punt helemaal hier in het noordoosten. En nu, uitgaande van de gegevens van 2016, is die meer naar het zuidwesten verschoven. De verschuiving van het demografisch zwaartepunt heeft een aantal redenen. Als we kijken naar het nationale niveau, dan zien we dat oude industrieën in het noordoosten zijn verdwenen. Denk aan de auto-industrie in Detroit. En dat er in het zuidwesten nieuwe industrieën in de zogenaamde high-tech sector, in de zogenaamde Sunbelt-staten zijn ontstaan. De zuidelijke staten waar het meer dan 300 dagen per jaar waar de zon schijnt. Oude industrie verdwenen noordoosten, ontwikkeling van nieuwe high-tech industrie in de zuidelijke Sunbelt-staten. Op mondiaal niveau komt dat door de global shift. De Pacifische zone is belangrijker geworden dan de Atlantische zone. Mede door de groei van Aziatische landen. We hadden over het meten van mondiaal knooppunt. Criteria 1 heb ik net met je besproken. Criteria 2 heeft te maken met het aantal directe internationale bestemmingen van de vliegvelden. New York als hub, een internationaal knooppunt. En we weten, vanuit een hub gaan de spokes heel veel lijnen naar andere hubs. De Amerikaanse stad bestaat niet. Er zijn veel verschillen om eigenlijk te spreken van één algemene Amerikaanse stad. Bijvoorbeeld het oostelijk Boston lijkt nog het meest op een Europese stad. Vele jongere steden in het zuidwestelijk gedeelte hebben geen historisch centrum of oude wijken. Een terugkerend element in bijna elke Amerikaanse stad is eigenlijk de skyline van de Central Business District, de CBD, wat bestaat uit wolkenkrabbers. De omvang van de CBD is best wel klein ten opzichte van het gehele stedelijke oppervlak. Het Central Business District, de CBD, ligt in de Verenigde Staten bijna altijd in het centrum en in een Europese stad ligt het vaak meer aan de rand. Ghettos, wijken met een oververtegenwoordiging van een bepaald etnisch, religieus of raciale groep, zijn in Europa meer afwezig of eigenlijk minder uitgesproken dan in de Verenigde Staten. In Europa is het vaak de groeperingen vaak toch meer gemengd in een wijk. Shoppingmalls liggen in de Verenigde Staten vaak aan de rand bij de zogenaamde suburbs van de stad. In Europa zijn shoppingmalls vaak minder groot en liggen veel winkels meer in de stad. Wat is de verklaring van deze besproken verschillen in ruimtelijke geleding, dus verspreiding, tussen Amerikaanse en Europese steden? Voor wat betreft de CBD kan je zeggen dat Europese steden hebben vaak een historisch centrum van vele honderden jaren oud. Het historisch centrum is geen ruimte voor een moderne CBD. Ghettos, de verschillen tussen arm en rijk zijn in Europa kleiner. Shoppingmall. De Amerikaanse steden zijn veel meer ingericht op de auto als transportmiddel dan de Europese steden. Verder kunnen we zeggen dat de Amerikaanse steden een lagere bevolkingsdichtheid heeft. Dat betekent het aantal inwoners per vierkante kilometer. Dat komt omdat er buiten de CBD veelal alleen lage bebouwing aanwezig is. In de buitenwijken, de suburbs, de voorsteden, vinden we vooral de midden- en hogere inkomens met veel vrijstaande huizen. Zoals ik al net al zei, de auto is heel erg belangrijk in de Verenigde Staten. Alles is goed bereikbaar door highways, snelwegen. Ook het werk is verschoven in de Verenigde Staten naar de randen van de stad sinds de jaren 60. Door globalisering is ook weer veel werk hier vandaan door verschoven naar lage loonlanden of is door automatisering verdwenen. Rondom het Central Business District vinden we veel oude woonwijken waar veel armere Amerikanen wonen, de zogenaamde inner cities met bendes, veelal no-co-area's voor toeristen.
Voor wat betreft de Edge Cities en Gated Communities kom ik in paragraaf 3 op terug. Dit was paragraaf 2, steden in de Verenigde Staten. Hoofdstuk 2, paragraaf 3, ontwikkelingen aan het stedenfront. Aan de randen van steden is er veel veranderd. Aan de randen van veel Amerikaanse steden zijn nieuwe stedelijke centra gekomen, de zogenaamde Edge Cities. Dit is de samenvatting. We gaan het hebben over de stedelijke geleding in een Amerikaanse stad. De stedelijke geleding betekent de opbouw van de stad. Welk proces zit er achter deze ontwikkeling? Ten eerste, tussen 1830 en 1920 hadden we de urbanisatie, de trek van het platteland naar de stad in de Verenigde Staten. Bereikbaarheid en transport speelden altijd een hoofdrol. Havenstadjes groeiden uit en werden goed verbonden met het achterland. In het binnenland ontstonden grote steden rond een knooppunt van highways en spoorlijnen. De stuwende kracht achter dit alles is de ontwikkeling van een dicht wegennet en hoge automobiliteit. Veelal de compacte stad wordt geleidelijk aan steeds minder onderdeel van een uitgestrekt stedelijk gebied. Er ontstaat een functionele regio. Elk deelgebied krijgt een specifieke functie. Denk aan wonen, werken, recreëren en is goed met elkaar verbonden. Als een olievlek spreidt zich dit uit. We noemen dit de urban sprawl. Rond de jaren 50-60 kregen we te maken met een sterke groei van agglomeraties door suburbanisatie. Mensen verhuisden naar de rand van de stad, de suburbs. Op een gegeven moment deze agglomeraties groeiden ook aan elkaar vast. Dan kreeg je zogenaamde metropolitane gebieden. Deze metropolitane gebieden vervlechten zich op een gegeven moment ook aan elkaar. Zo ontstond er zogenaamde megalopolis, een groot stedelijk netwerk. De Amerikaanse steden zijn dus uitgegroeid tot metropolitane gebieden. Dit komt door de stijgende welvaart, de mobiliteit en woningbezit. In een megalopolis krijg je ook een polycentrisch netwerk. Dat is een stedelijk netwerk met meerdere centra, grote en kleinere centra. De stuwende krachten achter deze grote megapolitane gebieden zijn dus, zoals ik net al zei, de toegenomen automobiliteit en de uitbouw, de groei van spoor- en wegennet. Een megapolis is dus ook een functionele regio. Elk deelgebied heeft een specifieke functie als je denkt aan wonen, werken, winkelen en recreëren. Elk gebied vult elkaar eigenlijk goed aan en zijn natuurlijk goed met elkaar verbonden. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid, de rode lijn, zie je dat er ook verschuivingen zijn. De piek ligt niet meer zozeer in het CBD, in het centrum, maar is ook meer naar buiten verschoven, buiten de centrale stad. Dit komt omdat de bereikbaarheid is goed. Rand van de stad aan een knooppunt van wegen is beter bereikbaar dan dat je naar een drukke centrum, naar een CBD moet reizen. De grondprijs aan de rand van de stad is ook lager en je hebt daar meer ruimte. En verder, door moderne communicatiemiddelen ben je tegenwoordig overal bereikbaar en dan maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit waar je zit. Je hebt eigenlijk twee soorten kantoren, front office en back office. Front office, waar je direct contact wilt hebben met de klanten, face-to-face, blijven veelal aanwezig in de CBD, in het centrum. Back office kantoren, zeg maar waar fysiek contact met de klanten niet nodig zijn, die verhuizen dan naar de rand van de stad. Want door moderne communicatiemiddelen ben je overal bereikbaar. Je kan dit werk eigenlijk ook gewoon thuis doen. Dus we kunnen zeggen, de dienstensector suburbaniseert ook. Verlaat de stad, gaat naar de rand van de stad toe. Locatie is minder belangrijk geworden.
als je maar goed bereikbaar bent. En de informatietechnologie maakt dit allemaal mogelijk om bedrijven zich ruimtelijk te splitsen in back-office en front-office. Veel werkgelegenheid in de maakindustrie in New York, Pittsburgh en Detroit zijn verdwenen. In Detroit vind je nog een Central Business District met daaromheen verlaten vlaktes, leegstaande fabriekshallen van de auto-industrie van vroegere dagen. Dus suburbanisatie van veel werk naar de randen van de stad. Daar zijn nieuwe centra's ontstaan. En wat we hebben gezien, de stad verandert van een monicentrisch, dus alleen een CBD, naar een polycentrisch geheel. Dus er zijn meerdere centra. Deze centra aan de randen van de Amerikaanse steden noemen we zogenaamde edge cities. Edge cities aan de randzones, nieuwe stedelijke centra van de tertiaire sector, de dienstensector, in de buurt van verkeersknooppunten. Edge cities bevatten dus kantorencomplexen en ook veel shoppingmalls en enorme parkeerplaatsen. Ook is daar een woonfunctie aanwezig. In de suburbs ontstaan ook gated communities. Dat zijn ommuurde woonwijken waar mensen met een goed inkomen of naar afkomst of naar leeftijd afgezonderd wonen achter hekken of muren van de rest van de samenleving. Dit zorgt natuurlijk voor ruimtelijke segregatie. Kijk eens naar deze foto van deze suburb. Dus waar vinden we dat? Aan de rand van de stad of tussen de steden in. Ze nemen veel ruimte in beslag. De stad is bereikbaar met de auto. De Amerikaanse steden, de inrichting daarvan wordt sterk bepaald door de hoge automobiliteit. We kunnen eigenlijk zeggen dat Amerikaanse steden veel meer horizontaal groeien dan de Europese steden. En deze horizontale groei, als zich uitspreidt als een olievlek, noemen we urban sprawl. Door de globalisering verandert eigenlijk de ruimtelijke geleding, de opbouw van de stad, voortdurend. CBD's worden steeds internationaler door de globalisering en door de verwevenheid van de wereldsteden. Aan de randen van de stad, de zogenaamde edge cities, krijg je kantoorparken. Door communicatietechnologie is dit ook mogelijk en is nabijheid minder van belang. Industrieterreinen verdwijnen of nemen af. Dit komt omdat de maakindustrie zich verschoven heeft naar veelal lagere lonenlanden. Maar ook als je kijkt naar de tertiaire sector, wat zich heeft verplaatst naar de randen van de stad, de volgende stap in de verschuiving daarvan is, dat noemen we outsourcing. Dus dat de back-office, dus waar je geen direct contact met de klant nodig heeft, bijvoorbeeld naar India verschuift. Want de Indiërs kunnen heel veel werk wat achter de computer wordt gedaan veel goedkoper doen dan een gemiddelde Amerikaan. Bijvoorbeeld dit krantartikeltje. De Filipino klinkt Amerikaanse. Veel Amerikaanse bedrijven kiezen voor Filipijnse callcenters. India's Engels klinkt ze vreemd in de oren. Maar de goedkopere outsourcing heeft toch ook weer veel nadelen en valkuilen. De nieuwste ontwikkelingen is het zogenaamde backsourcing, wat de banen weer terugkomen, zeg maar, naar het westen. New York, The Big Apple, hoofdstuk 2, paragraaf 4. Dit is de samenvatting. Al meer dan 150 jaar trekt New York migranten aan. New York als gateway voor een nieuw vaderland en een nieuwe toekomst. Eerst waren het vooral de Europese migranten en nu zijn die min of meer vervangen door migranten uit de hele wereld. New York kent een grote etnische diversiteit qua samenstelling. Het is echt een cosmopolitische stad. Cosmopolitisch betekent op de hele wereld gericht. Gevolgen voor New York. 35% van de bevolking die daar woont is in het buitenland geboren. Er worden daar wel 170 talen gesproken. En daardoor heeft het een cosmopolitische uitstraling. Doordat New York niet meer de gateway is voor Europese migranten,
voor de Tweede Wereldoorlog. De bevolking van New York was voor het merendeel blank. En een heel klein beetje was van Afro-Amerikaanse afkomst. Tegenwoordig is het veel meer gemengd. De blanke bevolking bestaat in New York ongeveer uit 1/3 deel. Best wel een groot deel van. Hoe kan je dit verklaren? Wel, veel Afro-Amerikanen emigreerden van het platteland in het zuiden naar de steden in het noorden. En mondiaal, de buitenlandse migranten kwamen in 1920 rond 1920 vooral uit Europa, dus blank, later vooral uit Azië en Latijns-Amerika. New York heeft aan de oostkust van de VS ook een sterke geografische ligging. Want deze havenstad ligt aan diep vaarwater. Het ligt in een baai, afgeschermd van de oceaan, dus een soort natuurlijke haven. Het ligt aan de rivier de Hudson en het ligt relatief dicht bij Europa. Satellietfoto kan je goed zien dat New York helemaal afgeschermd ligt in een baai ten opzichte van de oceaan. Behalve de rivier de Hudson hebben we ook nog het Erie-kanaal wat toegang geeft tot de grote meren in de Verenigde Staten en daardoor ook goed toegankelijk is tot het Middenwesten. Er zijn eigenlijk twee kanten voor wat betreft een geografische ligging van een plaats. De site en de situation. De site betekent de kenmerken van de plaats, dus hoe is de ligging, wat zijn er hulpbronnen. En de situation heeft meer te maken met de relatieve ligging ten opzichte van andere plaatsen. Dus de site, de kenmerken van de plaats. New York ligt in een natuurlijke haven in een baai aan de rivier de Hudson. En de situation, het ligt relatief gezien dicht bij Europa. En door goede verbindingen met het Erie-kanaal ook goed bereikbaar voor transport naar het Midwesten. Dus de site en de situation. Doordat New York goed is verbonden met het achterland, denk bijvoorbeeld aan de rivier de Hudson en Erie-kanaal, heeft het ook een functie als mainport-regio. Het heeft een uitgebreid achterland voor deze belangrijke mainport voor al haar import en export door middel van de haven. Deze havenstad, dus deze belangrijke handels- en transportfunctie, heeft er ook voor gezorgd dat het bank- en verzekeringswezen is aangetrokken. Daardoor is New York uitgegroeid tot een internationaal financieel centrum met een internationale beurs. Denk aan Wall Street. Hierdoor zijn er ook weer investeringen gekomen voor wat betreft de cultuur. Daardoor is New York ook een cultureel centrum in de wereld geworden. New York als internationaal diensten- en zakencentrum. Er zijn veel voorzieningen voor de bewoners, een enorm winkelaanbod. Voor de dagelijkse boodschappen worden nog wel de shopping malls in de Ad-Cities gebruikt. Er komen jaarlijks veel toeristen, ongeveer 50 miljoen. De aantallen toeristen zijn zo groot geworden doordat de criminaliteit goed is aangepakt. Veel voorzieningen voor de zakenwereld en internationale dienstverlening. De belangrijke gebouwen hiervoor zitten allemaal dicht bij elkaar, zodat face-to-face contact mogelijk is. Verder is het ook de financiële wereld. Voor de mondiale financiële markt is New York een grote speler. Verder zijn er in New York ook veel supranationale organisaties. Denk aan de Verenigde Naties, veel advies- en onderzoeksbureaus. De zakenwereld is vooral geclusterd op het Schiereiland in Manhattan. En ook op het Schiereiland Manhattan is deze clustering ook weer verdeeld. Het zuidelijke deel vind je vooral veel financiële diensten en wat meer in het middendeel vlakbij Central Park vind je naast financiële diensten ook veel voor wat betreft media, zakelijke dienstverlenende bedrijven. Waarom deze clustering? Je moet dat denken aan agglomeratievoordelen. Ze ondersteunen elkaar, profiteren van elkaars nabijheid. Het is handig voor face-to-face contacten. Het is ook handig dat je daardoor misschien bepaalde kosten kan delen. Denk aan de beveiliging. Dit betekent wel dat Manhattan dagelijks 1,6 miljoen inwoners
telt en dat dit aantal elke dag verdubbeld door alle mensen die dan richting Manhattan voorrensen om daar te gaan werken. Je snapt al, best wel een hele uitdaging om elke dag weer 1,6 miljoen mensen naar dit schiereiland te brengen. Dat gebeurt op vele manieren, door de metro, door heel veel veerdiensten van schepen, goede verbindingen met autowegen, spoorlijnen, dus uit de wijde omgeving. Trek daar een leger voor forensen elke dag weer de stad in en uit. New York als stad zit op de wereldtop voor wat betreft culturele gebied. Er zijn reclamebureaus, films- en muziekstudio's, persagentschappen, uitgeverijen, theaters, uitgeverijen, ontwerpers, kunstenaars en designers die de hele wereld als afzetmarkt hebben. Tot 1950 was er ook nog een textielindustrie aanwezig in New York. Deze is verdwenen, maar het ontwerpen, dat is wel gebleven. Ja, jullie snappen al, de industrie zelf zijn verplaatst naar lage lonenlanden zoals Azië. Nou, daardoor is er nog wel een concentratie van creatieve ondernemingen gebleven. Het is dus een creatieve stad. Creativiteit leidt ook tot innovatie, allerlei vernieuwingen. Tegenwoordig is er ook veel gentrification, bijvoorbeeld in Harlem. Hoe kan je het bijvoorbeeld op zo'n foto hier zien? Nou, dat kan je herkennen door een chique lunchroom. Heel veel van die oude panden zijn opgeknapt. De publieke ruimte is opgeknapt. Het publiek wat je daar tegenkomt is blank. Vooral wat rijkere, veel winkelpubliek. En dus tegenwoordig worden de oude, vervallen wijken opgeknapt en trekt dus rijkere inwoners aan. Natuurlijk gaat dit wel ten koste van de oorspronkelijke bewoners. Dat is altijd het gevolg van gentrification. De oude huizen worden opgeknapt. Dat betekent dat het een woonwijk wordt voor hogere inkomens. De huurprijzen, de koopprijzen gaan omhoog. En de oorspronkelijke bewoners moeten dan vertrekken. Ze trekken vooral naar de voorsteden. Het gemiddelde inkomen, bijvoorbeeld in Brooklyn, is gestegen. Dus de oorspronkelijke bewoners kunnen de huizenprijzen, de huren, niet meer betalen en vertrekken dan. Ook op deze foto zie je goed hoe gentrification in zo'n oude wijk eruit ziet. Panden opgeknapt, dure winkels, rijker blank winkelpubliek en de publieke ruimte opgeknapt. Hier zie je nog een krantartikel over gentrification in New York. Ook was dit onderwerp een examenvraag in 2014. Gentrification in Williamsburg, New York. Dus wil je oefenen, pak het examen erbij van 2014. Dit was paragraaf 4, New York. Hoofdstuk 2, paragraaf 5. Los Angeles, een cultureel en economisch knooppunt. Los Angeles, een stad waar de minderheid een meerderheid is. 60% van de bevolking heeft een migrantenachtergrond. Dit is de samenvatting. LA als economisch zwaargewicht aan de Pacific Rim. De metropool LA, net zo groot als de Randstad, telt 13 miljoen inwoners. Wat zijn de pijlers voor wat betreft de economie? Een hoogwaardige high-tech-industrie, medische apparaten, wapenindustrie en kledingindustrie. En bedenk, grote multinationals als Google, Apple, Microsoft zitten daar ook. Een goede haven van Long Beach als toegangspoort tot het Pacifische transportnetwerk richting Azië. Internationaal zaken en financieel dienstencentrum. Veel Aziatische bedrijven zitten daar en banken. LA is het toegangspoort tot de Verenigde Staten. Ook is het internationale centrum van de film- en entertainmentindustrie. En wat ervoor zorgt voor de Amerikanisering en de American Way of Life. En voor wat betreft de culturele globalisering. Ook het verzorgingscentrum voor een groot achterland, Californië. We hebben hier een aantal activiteiten en de vestigingsplaatsfactor. Nou, match even de activiteit aan de vestigingsplaatsfactor. Hoogwaardige industrie kan je koppelen aan een hoogopgeleide beroepsbevolking. Mainport kan je koppelen aan een gunstige site. Net zoals New York, de haven van Long Beach. De groei van de zaken en financiële centrum door de Global Shift.
Veel werk is verdwenen naar Azië. En natuurlijk, Los Angeles ligt aan de goede kant van de Verenigde Staten als toegangspoort tot Azië, aan de andere kant van de Stille Oceaan. De film- en entertainmentindustrie zit gunstig omdat daar een gunstig klimaat is. Dus je kan bijna altijd filmen zonder dat je gehinderd wordt door slecht weer. Als je tenminste buiten moet filmen. Ook is het verzorgingscentrum van een groot achterland Californië. Een groot gedeelte van de bevolking heeft dus een migrantenachtergrond. Je ziet ook dat zo in de loop van de decennia er veel veranderd is. In 1970 was 70% van de bevolking nog blank. En in 2030 zal dat minder zijn dan 20%. 1970 was ongeveer, pak een beet, 80% van de bevolking bestond uit Hispanics. En in 2030 is de verwachting dat dit 60% van de bevolking is. Ook zie je dat het aantal Aziatische mensen is toegenomen. En voor wat betreft Afro-Amerikaanse afkomst, dat neemt ook in aantallen af, maar niet zo spectaculair. Wat zijn de drie verklaringen voor deze getoonde ontwikkeling van deze grafiek? Dat komt eerst door het hoogte geboorteoverschot onder de niet-blanken. Denk aan de Hispanics. Vanwege het katholieke geloof krijgen deze mensen veel kinderen. Verder is er vooral ook nog steeds veel instroom. Het toestroom van jonge migranten, Latino's uit Mexico en Midden-Amerika. En de derde ontwikkeling, wat dan gaande is, blanke bevolking neemt af. Deze suburbaniseren richting de buitenwijken. Hoe kan je de toename van het aantal Hispanics in LA verklaren? Geografisch, nou, het ligt natuurlijk dicht bij Mexico. Economisch gezien, er is een groot welvaartsverschil tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dus veel arme Mexicanen hopen meer welvaart door te verhuizen naar de Verenigde Staten. Demografisch, dit heeft dus met bevolking te maken, jong, oud, man, vrouw, migratie. Daar is een hoog vestigings- en geboorteoverschot. Dus veel migranten die komen en het zijn veel jonge mensen die vanwege het katholieke geloof ook nog veel kinderen krijgen. Sociaal-cultureel. Door de aanwezigheid van veel Mexicanen is er ook een soort migrantennetwerk opgericht. Dus veel familie en streekgenoten in Mexicaanse wijken die dan de meeste migranten, dan de nieuwe migranten, opvangen. Politiek. De immigratiewet van 1965 versoepelde de migratie. Dat maakte gezinshereniging, dat de vrouw en kinderen kunnen overkomen. En gezinsvorming legaal. Gezinsvorming dus dat je een huwelijkspartner laat overkomen. Al met al, meer dan de helft van de inwoners is buiten de VS geboren. Er wordt vaak meer Spaans dan Engels gesproken in Los Angeles. Waarom zou jij als Mexicaans migrant hier in LA willen vestigen? Als we het vanuit de drie dimensies bekijken, economische dimensie, de schaduweconomie die hier bestaat biedt werk en zorgt dus voor een inkomen. Schaduweconomie is dus de informele sector. Sociaal, wat ik net al zei, familie en landgenoten vormen een migrantennetwerk. Die vangen jou op en maken jou wegwijs in deze nieuwe stad. Cultureel, je voelt je thuis, hè, omdat eigenlijk grote delen van LA lijkt een beetje op Mexico. Voor wat betreft de inrichting van de ruimte, de voorzieningen, de taal. Er wordt merendeel Spaans gesproken en het geloof. Katholieke geloof. Verder heeft het als gevolg dat er een latonisering is van de scholen. Het tweederde deel van de scholen bestaat uit Latino's. Veel blanken sturen hun kinderen naar privéscholen. Dus Los Angeles heeft dus ook een relatief jonge bevolking. Mensen wonen gescheiden in woonwijken, zoals je ook op dit kaartje kan zien, en naar etniciteit en naar inkomen. Daardoor een ruimtelijke segregatie, scheiding. Nou ja, als mensen ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn, wonen, dan leidt dit weer tot sociale polarisatie. En mensen komen nauwelijks in contact met elkaar doordat iedereen zijn eigen wijk woont. Vaak geven deze tegenstellingen ook weer veel spanningen. En er zijn ook, zoals de kaartjes zien, veel ghetto's aanwezig. Hè? En dat is een wijk met één etnische oververtegenwoordiging.
Los Angeles is best wel geordend ingericht in een zogenaamd gridpatroon. Allemaal rechte wegen in een soort rasterpatroon. LA heeft ook niet een echt centrum. Het CBD ligt ook hier niet in het hart van de stad, zoals in andere Amerikaanse steden wel het geval is. Los Angeles kent ook meerdere centra, met ieder een specifieke economische cluster. Bijvoorbeeld een zakelijke cluster, een high-tech cluster. En deze centra's zijn uitgegroeid tot edge cities. Hoofdstuk 2, paragraaf 6. Washington, centrum van politieke en militaire macht. Het noordwestelijke deel is blank, welvarend, heeft goede scholen. Het zuidoostelijke deel van Washington is zwart, armoedig, met verwaarloosde scholen. Dit is de samenvatting. Den Haag, politieke stad van Nederland, heeft ook een clustering van allerlei instituten. De binnenlandse politiek, met al zijn ministerie, is geclusterd rond Binnenhof. Alle internationale instituten, ambassades, is meer geclusterd richting het noordwesten. We zullen zien dat in Washington ook een dergelijk patroon aanwezig is. Washington DC heeft geen kosmopolitische uitstraling als New York, of heeft ook niet de dynamiek van LA, maar is de federale hoofdstad van het machtigste land in de wereld. Als politieke hoofdstad heeft veel politieke instellingen met de daarbij behorende internationale pers. Washington, Boston, New York en New Jersey vormen samen een grote megalopolis. Een megalopolis is dus een zeer uitgestrekt stedelijk gebied, bestaande uit meerdere onderling sterk verbonden metropolen. Deze megalopolis, oftewel Boston, Washington, heeft New York als centrale ligging. En Washington ligt meer aan de rand in de periferie van deze megalopolis. Washington heeft maar slechts 675.000 inwoners. Dat is eigenlijk te vergelijken met stad Den Haag, wat ongeveer 500.000 inwoners heeft en dan nog een beetje. In Washington is er een duidelijke scheidslijn, deze rode lijn, tussen nationale en internationale instituten. Onder deze rode lijn vind je de nationale instituten. Denk aan het Witte Huis, Binnenlandse Zaken, Departement van Handel, Justitie, Archief, Gerechtshof. En hierboven vind je meer de internationale instituten. Eigenlijk net zoals in Den Haag, wat ik je net liet zien. Hierboven vind je een clustering van politieke instellingen als de Wereldbank, IMF, Ontwikkelingsbank, met heel veel wetenschappelijke bureaus, adviseurs, denktanks, advocatenbureaus, lobbygroepen. Factor nabijheid is heel erg belangrijk. Face-to-face contacten wordt hierdoor weer heel makkelijk gemaakt. En denk ook aan de agglomeratievoordelen van de clustering van al deze instituten. Natuurlijk, moderne informatietechnologie maakt contacten over de hele wereld mogelijk. Door ruimtegebrek zijn er veel politieke instellingen uitgeschoven naar het noordelijk deel van Washington. In de zwarte oude woonwijken is ook een proces van gentrification gaande. Verder zijn er rond Washington ook de gebruikelijke suburbs en ook edge cities. Een hele beroemde edge city is bijvoorbeeld Tysons Corner. Als je even kijkt naar het aantal instituten wat er zijn, internationale instituten zoals de IMF zijn 60 stuks kunnen we daar terugvinden. Internationale organisaties en stichtingen, 120. Denktanks, research instituten, 63. 165 ambassades. 450 NGO's. Niet-gouvernementele organisaties. En verder, alle grote nieuwsdiensten zijn daar aanwezig. Nu, we zien dus een sterke clustering. Maak face-to-face contacten mogelijk. Het is belangrijk natuurlijk in verband met internationaal overleg. En elke instelling die elkaar ondersteunen en willen dus daarom best graag dicht bij elkaar zitten. Als je de etnische samenstelling van Washington en de rest van de VS vergelijkt, wat zie je? De Verenigde Staten is gemiddeld veel blanker dan Washington. 51% van de bevolking van Washington is van Afro-Amerikaanse afkomst, ten opzichte van de rest van de Verenigde Staten, waar het dan maar 13% is. Washington is eigenlijk de meest zwarte stad van de Verenigde Staten. Hoe komt het dat het aandeel Afro-Amerikanen daar zo hoog is?
Dat komt door de grote instroom van migranten uit de zuidelijke zwarte staten na 1875. Er is eigenlijk nooit een onderscheid geweest in Washington naar ras of geloof bij het toelaten van immigranten. En daardoor zijn veel Afro-Amerikanen uit het zuiden daarheen gegaan. Ook is er een selectieve suburbanisatie. De rijkere blanke inwoners zijn naar de suburbs vertrokken. De armere zwarte bevolking blijft dan achter in de centrale stad. Gevolg is sterke ruimtelijke en sociale segregatie. Dwars door de stad loopt eigenlijk een duidelijke breuklijn van arm en rijk. Dus de sociale tegenstellingen zijn erg groot, sociale polarisatie. Ruimtelijke segregatie, de verschillende klassen en etnische minderheden wonen, werken en recreëren eigenlijk in de aparte stadsdelen. Hierdoor ontstaat er een exclusiviteit. Dat betekent dat jij als lid uit de andere klasse dan hier moeilijk tussen kan komen. Dit was paragraaf 6, Washington Centrum van Politieke en Militaire Macht. En daarbij is ook hoofdstuk 2 afgesloten. Als je denkt van, ik heb er wat aan gehad, dankjewel, like mijn video, dank namens mij en ook podcast.